beeld ziet, dan zijn we begonnen. Oké. Okay. Ah, we zijn begonnen. Hey mensen, welkom bij een nieuwe episode van Kiddebak Podcast. Ik weet het, we praten normaal heel veel met veteranen, maar de laatste tijd hebben twee veteranen hebben al afgezegd. Dus hier hadden eigenlijk voor de podcast, voor deze, hadden we wat veteranen moeten zitten. Maar helaas, konden niet, dus we hebben de datum moeten verplaatsen. Maar ik had een afspraak met mijn gast, die hadden we een keer verzet en nu kon die komen podcasten, want er was ruimte. Je hoort me misschien een beetje zwaar ademen, dat komt omdat ik een beetje verkouden ben. Nee, ik heb niet die C-shit, want ik heb gewoon reuk en smaak, dus dat werkt nog allemaal. Dus we zitten vandaag ook niet aan het bier, maar aan de thee. Fucking hell, ik ben al veel te veel aan de... Subscribe op ons kanaal, zeker als je de eerste keer kijkt, want shut up, Kenny. We gaan naar mijn gast, Jim. Welkom. A.K.A. In de War. What's up, hoe is het, bro? Yo, man. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, je bent welkom. Ik moet zeggen, je was. Ik kon je niet. Ik had nog niet van je gehoord. Jij doet. Je bent hip-hop artist. En ik hou van hip-hop. En nog waar ik nog meer van hou, is Nederlandstalige hip-hop. En jij maakt dat. En I dig that shit. En je werd echt aanbevolen. Iemand kwam in mijn messenger en die zei van, hey, check deze guy. Ja. Toen ben ik gaan checken. En oh man, toen dacht ik echt, wat, hoe de fuck kan deze guy nog niet blown up zijn en bekend? En, want ik vind je echt talented, man. Nou, dankjewel. En alleen maar liefde voor degene die mij heeft aanbevolen. Ja, zo, als hij kijkt, sorry, ik wist het even niet meer. Er komen zoveel aan mij. En ik hou ervan om met de jonge, talentvolle rappers, artiesten te praten. Zeker als het om hip-hop gaat. En toen zag ik moest me schaamde wel een beetje. Dacht, oh, jong talent, komt op. Want ik had het al aangekondigd toch op Instagram dat je zou komen. En dan zag ik, hij is al 28. Hij gaat al een tijdje mee in de game. Dus... Ja, man. Wanneer is die game voor jou begonnen, Jim? Ik begon met rappen voornamelijk toen ik jong was. Gewoon als, ik vind het leuk om te doen. En vanaf mijn 18e wat serieuzer ermee omgaan. Al is serieus misschien een extreem begrip voor wat ik heb gedaan. Maar ik ging er wat serieuzer mee om als dat ik daarvoor deed. En ik heb het eigenlijk altijd behandeld als een leuke hobby. En zo doe ik het nog steeds. Wat was het dan dat je daarvoor niet serieus ermee omging? En wat was de reden dat het serieus werd? Ik kan me indenken waarom het serieus werd, maar ik vraag het eerst aan jou. Nou, bijvoorbeeld ook het stukje muzikaal gezien. Het opnemen, gewoon in een studio gaan werken. Daarvoor deed je gewoon... alleen maar iets opschrijven en dan ging je met vrienden in een park, was je aan het chillen en dan ging je s'avonds muziek draaien, ging er een instrumental beat op en dan ging je gewoon rappen met vrienden die ook rappen. En vanaf daar dan in een studio gaan zitten, dat maakt het al wat serieuzer. En het doel wat ik had met muziek om te verspreiden en de informatie die ik in mijn muziek verwerk om dat... Ja, want je bent, dan nu we daarover hebben, informatie aan de mensen geven. Je bent woke. Je bent een woke motherfucker in je lyrics. En ik mis dat te veel bij hip-hop artiesten. Ik vind dat de hip-hop artiesten, met name rappers, zeker jonge rappers, die moeten deze generatie aanspreken. En door middel van creatief zijn met woorden, met bars, lyrics, dat ze hun visie op de wat zij zien gebeuren, op de actualiteit in de wereld, dat zij daar het woord mee verkondigen. En ik zag dat terug in jouw raps. Als we even naar... Zullen we maar... Wacht, voor we dat gaan doen. Ik vind het zo grappig. Je bent een hele humble ingetogen guy. En ik merk dat aan je. Je bent heel rustig. Probeer het los te laten. Want als we dadelijk naar jou als artist gaan kijken, dan zie je gewoon deze guy. Die laat dat helemaal los. Hij is helemaal niet meer die verlegen jongen en zo. Andere wereld of zo. Ja, dat is, ja, misschien die... Net zoals misschien een schilder die altijd als kluizenaar gewoon thuis zijn schilderijen maakt. Die laat zijn schilderijen meer spreken dan hij zelf doet of zo. Dat is een art, dat is het vaak. Hij geeft ze dan die microfoon en dan worden het andere mensen. Ja, oké, zullen we eens kijken? Track. Oh, wacht. Dit is... Yeah. Dit is natuurlijk voor mensen op de Jackie Brown, hè? Daar kennen ze het van. Bobby Womack. Ik leid die rappers in de kerk.
game met een dope flow. De noot is hoog, daarom deze monoloog. Maar oh, het oldschool, never dat ik overloop. Dus hou je bek dicht, ik spin je rond als een backflip. Ik kan niet rappen, maar toch sta ik in je tracklist. Definitie van wat vet is, want ik ben ziek als een vet is. Niets dat zo echt is, dieper dan respect, mens. Priester met die rap shit, jullie praten veel, maar komen niet meer classics. Apocryfe teksten, worden je bevestigd. In de bar is ziek, maar dat wil je niet zeggen. Nou fuck dat, dit is recht uit je hart rap. Mannen rennen hard weg, omdat ik zo hard rap. Wanneer ik die bar zet, is het aan, zie me gaan. Ben uniek met muziek, niemand die als in de bar rap. Oké, laat het weg. Dit is Feva. Dope, dit is natuurlijk over jou, hè? Je spreekt je uit, wie is in de war. Hoe kwam je op het idee om de Bobby Womack track van 114, Across 114 Street is dat, geloof ik. Ja, die sample. De meeste beats maak ik zelf, maar deze beat is door een vriend van mij toen de tijd gemaakt. Dus hij had gewoon zijn muziekkast een beetje leeggeplunderd. En toen is hij daarmee gekomen. En hij is zo'n old school music guy. Die ja, dat hoor je. Dat is hij. Ja, ja, Bobby Womack. Ja. En dat je daar die lyrics op schrijft. Echt, echt gaaf. Hoe heet hij? Ga weg. Maar die is nou niet meer actief. Maar ja, hij was toen de tijd wel even actief. Ja, helaas wilde hij niet veel met muziek doen. Ja, pak jou. Dus hij is nou echt weg. Ga weg. Hij heeft zijn eigen advies opgegaan. Ik ga weg. Ga weg, is weggegaan. Maar het zou leuk zijn als hij ooit terug wil komen. Maar Banner weer heet hij dan. Ja, dan zou die Banner weer moeten heten. Dat zou mooi zijn. Box houden. Oké, ik wil even naar de YouTube-page van Jim. Want je wat ik leuk vind. Pak maar die eerste. Bro, je weet, mijn vision is echt slecht aan het worden. Kun je een beetje upblowen? Ja, man. Die van Welkom in de Politiek. Nou, die is al 4 jaar, maar die heeft al 17.000 views. Daar ben je echt... And we are as a people. Kom maar. Ja, is goed, Michel. Maar daar ben je vrij politiek. Opposed to secret society. Ja, man. The secret oaths. 2016, dus 5 jaar terug. Voor mij is educatie niets anders dan slavernij. Want school conditioneert een kind speciaal voor onze maatschappij. Op dogmatische wijze leer je wat normen en waarden zijn. De grootste contradictie is dat ze niet eens van waarde zijn. Ik haat het feit dat mensen niet zien dat we slaven zijn. De ene volgt de ander omdat mensen net als schapen zijn. Het systeem is een monster dat zichzelf voedt op waterpijn. Gecreëerd door de mensen die denken dat ze van adel zijn. Dus fuck het koningshuis, die mensen die zijn jezuïeten. Zij geloven in het alziende oog van de piramide. Zij doen rituelen in Bohemia. Een grove zijn een stenen uil aan bidden. Van 12 meter hoog en David Rockefeller is een duivel en een zionist die mensen wil behandelen met onderuitse microchips. Ik zocht naar God, maar kwam op plekken waar de duivel is. Verblind door het licht en nu leef ik in de duisternis. Everybody's out of work or scared of losing their job. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. Men vindt het moeilijk om de feiten te vinden. In een wereld vol leugens, de blinden leiden de blinden. De rijken worden rijker, terwijl de meerderheid alsmaar armer wordt. En dieren sterven uit, omdat de aarde alsmaar warmer wordt. Fuck, het liefste ren ik weg als Forrest Gump. Het Westen wordt fascistisch door een president als Donald Trump. Overal conflicten en oorlog wordt onze ondergang. De mens valt in een zwart gat, net al is een wonderland. Ik leer, doordat ik dingen analyseer. Niet gelijk conclusies trek, maar alles relativeer. Niemand is heilig, geloof is altijd relatief. De ene wordt gelukkig van geloof. En niemand anders wordt juist depressief. En daarom stel ik telkens vragen net zoals Socrates deed. En voel me nergens thuis als een zwerver die op de straten leeft. Ik zocht naar God, maar kwam op plekken waar de duivel is. Verblind door het licht en nu leef ik in de duisternis. We think presidents and prime ministers are at the top of the decision making process. They are just vehicles for the shadow people to introduce changes in society through them. Dus pak de kerk en het Vaticaan, de staat en heel de industrie. De staten-generaal, de constitutie en de monarchie. Nu was het Mark Rutte. Dadelijk is het Wilderspeeld, maar beide zijn pionnetjes van leden van de Bilderburg. Dus fuck het parlement en onze klote regering. Die landen occuperen in de naam van globalisering. Ze zeggen dat ze oorlog voeren om vrede te krijgen. Maar om vrede te krijgen moet je vrede verspreiden. Er is geen logica, denk logisch na. Denk er nog eens over na voordat je met het leger van het westen naar het oosten gaat. De wereld is kapot en de armen zitten zonder hoop. De ene heeft obesitas, de ander leidt aan hongersnood. De ene leeft in veiligheid, de ander gaat op bommen dood. De ene loopt met licht, terwijl de ander in het donker lood. Ik zocht naar God, maar kwam op plekken waar de duivel is. Verblind door het licht en nu leef ik in de duisternis. Ik wil even zeggen dat ik wel heel veel respect heb voor het leger. Dus ondanks dat ik mijn visie hier zo zeg, ik wel super blij ben dat mijn vrijheid juist is beschermd altijd. Desondanks geloof ik dat het militair complex helaas
soms op een verkeerde manier wordt gebruikt door degene die beslissingen maken. Oh dude, dit is fucking... het is hopeloos. Het is de military industrial industry, okay. Dude. Daar heb je helemaal gelijk in. Don't apologize. Nee, maar soms komt iets over alsof je dan meteen haatzaaiend of een hekel hebt aan iets. En ik denk dat voortaan ook een beetje is, dus dat iemand meteen een standpunt heeft van zo zit het en heel zwart-wit denkt, terwijl het vaak heel gecompliceerd is. En ik denk dat die nuance een beetje mist in de wereld momenteel, maar misschien dus zou iemand dit horen en die denkt meteen, oh, hij heeft een hekel aan de westerse, weet je wel, maar ja, dat is dan ook weer niet zo, maar ja. Nee, dat is wat we ook nou een beetje doen, hè. Het is mensen, door de aannames van mensen, doordat mensen gelijk, als iemand iets op Twitter bijvoorbeeld plaatst, hè, bijvoorbeeld van, oh man, ik vind appels geweldig. En dan reageert dan iemand bijvoorbeeld, dat is de huidige tijd van nu. Oh, dus je vindt peren kut? Ja, juist. Weet je, zonder dingen uit te zoeken. Ja. Dus ik kan je een voorbeeld geven. Toen straks hier de Ziggo-monteur was er, toch? Ik weet niet, het gesprek kwam over UFO's en aliens. Misschien dat hij wat boeken zag. En, toen zei ik van, ja, dat is wat ik geloof naar mijn dingen. Dat, weet je, dat er ET presence op aarde is en dat ze er altijd al zijn geweest. En dat we deze wereld delen met hen. En toen zeiden, ja, hoe laat dan iets zien. Maar dat is het hem. Je kunt niet zomaar iets laten zien. Het is net op school. Als ik had jou vraag van, hey, weet je nog wat die vraag was op het examen? Was het antwoord van, nee, je hebt op school gezeten. Daar heb je een algemeen beeld gevormd. Mm. En daarmee ga je aan de slag. Daar komt jouw overtuiging misschien uit. Ja. En dat is ook met het uitzoeken van informatie over ufologie, extraterrestrials, weet je, daar gaat onderzoek in. Dat kun je niet met één ding duiden. Klopt. Snap je? Klopt. En ik hou van die rabbit hole. Ik hou daarvan. Ik heb heel veel tijd daarin geïnvesteerd, waarvan ik nog steeds eigenlijk 0% zekerheid heb in wat dan ook. Maar ik denk ook dat dat een beetje het leven is, toch? Je hebt nooit zekerheid in niks. Misschien de illusie. George Carlin zei dat heel mooi. Comedian. Hoe was hij? The illusion of... wat was het nou? Of safety? Of de dingen dat alles... Safety, volgens mij. Ja. George Carlin is helaas overleden. Hij is ook... Hij heeft al hele mooie... Hij heeft die mooie bit. Ik doe ook stand-up. Maar hij heeft die hele mooie bit over je immune system. Ja, Misha, zoek eens op George Carlin, comedy, immune system. Ja, dat hij aan het zwemmen is in rottende... Ja, maar dat je tegenwoordig ook van, er moet een pleister op of dit. Hey, als je immuunsysteem, kijk, als jij van voetballen houdt, dan moet je trainen en zondag heb je de wedstrijd. Dus je moet je immuunsysteem, die moet je ook trainen, weet je. Dus af en toe is het niet erg om iets wat een klein beetje bedorven is te eten. Of snap je, of iets wat op de grond heeft gelegen. Nee. Ja, tegenwoordig... Heb je het gevonden, Michel? George Carlin. Dat stukje, ja. Liberty and reminding you that they can fuck with you anytime they want. As long as you put up with it. As long as you put up with it. Best wel een beetje actueel, hè? Which means, of course, anytime they want. Because that's what Americans do now. They're always willing to trade away a little of their freedom in exchange for the feeling, the illusion of security. Yes. What we have now is a completely neurotic population obsessed with security and safety and crime and drugs and cleanliness and hygiene and germs. There's another thing. Bacteria. Germs. Yeah. Where did this sudden fear of germs come from? In this country, have you noticed this? The media constantly running stories about all the latest infections, salmonella, E. coli, hantavirus, bird flu, and Americans are, they panic easily, so now everybody's running around scrubbing this and spraying that and overcooking their food and repeatedly washing their hands, trying to avoid all contact with germs. It's ridiculous, and it goes to ridiculous lengths in prisons. Before they give you a lethal injection, they swab your arm with alcohol. Thanks. Dank je wel, Michel. Dank je. Hey, dus woke shit. Dit is eigenlijk heel actueel, hè, waar George Carlin het nu over heeft. We kunnen niet te veel over die shit hebben. Mensen weten dus wel dat we die C bedoelen. Want, sorry dat ik ze weer lul, maar er is gewoon een podcast van Dino Sarac. Dino Sarac van Dutch Matrix. Echt mooie, goede podcast is dat.
En die podcast is gewoon verwijderd. Omdat YouTube is nu, zeg maar, alles wat je over vaccen of COVID hebt, weet je, dat, dat halen ze eraf. Nou, ik, dat vind ik niet leuk voor jou. Deze podcast is wel een beetje over, gaat over woke, maar ik wil ook toffe gasten, weet je, die woke zijn, een platform bieden, man. Weet je. Laten we geen slapende honden wakker maken. Ja. Maar heb je dat gehoord over dat gevecht van Dan Hoeker en Islam Makkertje? Nee, nee, grapje. Ja, Dan, oh, daar kunnen we het straks ook over hebben. Ja, je bent fan van UFC, ja, ik ook. Nee, maar ik moet zeggen, ik zou niet te veel waarde ook hechten aan het censureren van mensen. Want zodra ze mensen gaan censureren die niks verkeerd doen, dan zie je op zich wel uiteindelijk waar het probleem ligt, toch? Ja, je moet je afvragen waarom dat zo'n persoon al gecensureerd wordt, weet je. Die bezig is met licht en een andere kant van iets laten zien, weet je. Je mag, hè, het lijkt wel of mensen niet meer voor hunzelf mogen beeld vormen. Nee. Hè, om min, ja, min, plus, wit, zwart, yin, yang. Nee. Ze zijn aan het regelen dat je alleen de yang kan zien en niet de yin, snap je? Ja. En alleen het zwarte ziet en niet het witte. Ja. En zo kun je dus, dat zie je ook in de politiek gebeuren, welkom in de politiek, er is geen midden meer. Weet je? Nee. Zwart-wit, er kan geen grijs meer uitkomen. Waar is dat grijze gebied? En jij rapt daarover. En dat vind ik gaaf. Want die Welkom in de Politiek, dat, die song schrijf je 5-6 jaar terug. Ja, ik heb een, dat is Welkom in de Politiek 2.0. Mm. Maar ik heb een nummer en die heet gewoon Welkom in de Politiek. En dat was dan op mijn eerste kanaal. En ik denk dat nou ongeveer 8 jaar oud is of zo. Maar dan zeg ik eigenlijk precies hetzelfde, maar dan... Ja, een beetje in een ander jasje. You upgraded the song. Ja, juist, ja, op zo'n manier, zeg maar, net iets verbeterd of zo. Maar ja, en ik had ook een nummer Land van de Leugens. Maar misschien, pak maar gewoon je kanaal erbij. Dan kunnen we misschien langs de tracks gaan. Weet je, een beetje tracks hebben. Kan hoor, maar ik vind mijn oude shit echt gewoon... Nou, als ik dat nou hoor, dan walg ik daar een beetje van, weet je wel. Want ik heb ze zo vaak al dan terug gehoord dat ik denk van... Ah nee, zei ik dit of... Oh nee, vond ik toen dit of weet je wel, want je groeit ook als mens. Ja, dude, listen up. Maar dat vind ik ook wel leuk hoor, dat je het kan zien en die groei dan hopelijk. Want de mensen waarderen dat. Ik had laatst toevallig met Dobbeltje, Yusuf is hier ook op de podcast geweest, Dobbeltje ook een rapper, artist, had al zijn oude shit verwijderd. Nou is het dus wel naar een nieuw kanaal. Ik zeg, ja maar luister, die oude shit, er zijn gewoon mensen die waarderen dat, die vinden dat leuk. Doet. Als ik oude podcasts van mij terugkijk, denk ik ook van, oh god, en hoe die camera's toen was. Maar mensen waarderen het, die vinden het leuk. En dat is het mooiste compliment wat je kunt vervangen. Wauw, die groei. Juist, juist. Dus wat geef je ze? Die yin en die yang. Juist, ja, klopt. Ja, dus man. Hey, dat is je maakt ze daar deelgenoot van, weet je? Ja, man. Ja, zo heb ik het nooit, ja. Ja, en zij mogen bepalen hoe je gegroeid schrijft. Ja, zeker. Ja, wat ze daarvan vinden. Ja, echt. Ja, dat is sowieso ieder voor zich, toch? Want, ja. Maar inderdaad, ik hoop dat men waardeert dat ik bijvoorbeeld ook anders denk of anders groei. Of alleen bijvoorbeeld religieus gezien bijvoorbeeld. Ik was ook heel veel bezig met religie. Want ik vond dat super interessant. En ik heb ook altijd een verbintenis gevoeld met religie. Wat is die verbintenis en welke religie hebben we het over? Want volgens mij heb jij een Joodse achtergrond. Ja, Joods? Ik heb een Joodse achtergrond, maar vanaf mijn vaders kant. Dus ik ben officieel niet Joods. Volgens de echt orthodoxe Joden, weet je wel. Van nee, jij hoort er niet bij, weet je wel. Maar ik heb wel altijd door wat er is gebeurd in het verleden en wat het heeft beïnvloed. En hoe het mijn opa en mijn vader en mijn vaders opa dus heeft beïnvloed met de Holocaust en het uitmartelen van ons van de familie Philip vanaf mijn vaders kant. Mm-hmm. Heeft heel veel emotionele waarde bij mij gehad. En daar heb ik ook wel een soort van verbintenis mee. Ja, jouw opa was overlever daarvan, van Overgoos. Ja. Daar heb jij gesprekken mee gehad, gezien hoe hij daarna, of niet? Ik heb geen gesprekken met mijn vader. En jouw ik heb van mijn vader weer verhalen gehoord. Ja. Juist. Ja, mijn vader, ik heb een oudere vader bijvoorbeeld, die heeft ook in de Tweede Wereldoorlog meegemaakt in Amsterdam. Toen was hij 9-10 jaar, dus daar nog een vreselijk fucking heftige shit. Dus ik weet wel hoe dat zit. En over mijn opa, die zat dan blijkbaar in het verzet wel. Daar ben ik dan super trots op, weet je. Ja, dus juist. Dat hij blijkbaar underground in de... En dat is voor nu ook, wat nu gebeurt.
Sorry dat we zo switchen, weet je. Maar, ja, ja, hoe heet het? Als je nu, ook met de bepaalde codes, iedere keer denk je, zo zie ik het dan. Hè? Als je die scant, ik zag bij een mooie tweet van Bart Nijman voorbij komen, dan lever je een stukje van je ziel in. Ja, ja, die had ik ook. Weet je, ja, ja, ja. Maar wat ik eigenlijk wil zeggen, is dan, doordat mijn opa in het verzet was, waar ik helemaal geen invloed op heb, weet je, ik heb hem nooit gekend, maar stond hij wel aan de goede kant van de geschiedenis. Juist. En nu, snap je waar ik een beetje naartoe wil, ik wil er niet te heftig daarover maken. Je moet zorgen, vind ik, dat je aan de goede kant van de geschiedenis. Zorg dat je aan de goede kant van de geschiedenis staat, want mensen weten heus wel wat er aan het gebeuren is. Of leer ervan en probeer er iets mee te doen, want dat is vaak wat we niet doen, waardoor geschiedenis herhaalt. En dat is op zich best wel een herkenbaar patroon. Dat patroon kun je vanaf de Franse Revolutie tot en met nu wel echt zien. Er werd een koning overgooid en we kregen hetzelfde systeem terug in een ander jasje. En, mm-hmm. en daarna kwam de Wereldoorlog en we kregen het systeem terug in eenzelfde jasje. Maar of in een ander jasje. En ik heb een beetje het gevoel dat we nooit leren van geschiedenis of zo. Daar heb ik dus juist, waar ik dus bij mijn stukje van religie en het Joodse kant van mijn familie, ik probeerde daar heel veel van te leren van wat er is gebeurd. Maar ik probeerde ook uit te zoeken van wat is waar, wat is niet waar. Waardoor ik ook bij andere geloven uiteindelijk terecht kwam van, hey, ga dit eens uitzoeken, ga dat eens uitzoeken. Waardoor ik toen de tijd dus dat dacht en daarna dacht ik weer van, oh nou trouwens, dus ook weer niet helemaal geweldig, of zo zie ik het dan weer niet, en of dit sluit helemaal niet aan bij dit, of waardoor ik dan weer verander in denkwijze. Dat is supergoed. Oh, nou, ja, dankjewel. Ik heb, sommigen zullen zeggen, je bent echt zo'n journeyman, maar ik heb zoiets van, waarom zou je waarde hechten aan je eigen waarheid als er een andere waarheid is die wellicht beter of... Maar wat is de waarheid? Eigenlijk is er maar één waarheid, jouw eigen waarheid. Ja, maar die verandert wel constant. Als je een beetje gezond bent, zeg maar, als mens. Ja, tuurlijk. Sommige mensen hebben dat namelijk niet. Hè? Die hebben heel lang één visie en die blijven die aanhouden. Zwart of wit. Ja. Hey, ja, denk niet zwart, denk niet wit. Ja, denk jammer. Niet zwart, wit. Maar denk in de kleur van je hart. Fucking Frank Boeien. Juist, ja. Gewoon uitproberen. Het leven is zo kostbaar en je moet er echt waarde aan hechten. En gewoon proberen je eigen plekje en je eigen gevoel uit te vinden, want het is te kostbaar om je druk te maken over onzin en tijd gaat zo snel en het is het meest kostbare wat we hebben op deze planeet. Ja, en je moet tijd is tijd, weet je, daar heb je geen invloed op, alleen hoe je die invult. Ja, man, juist, daarom geniet van alles, man, en of probeer, want dat is heel moeilijk, maar ja. Maar jij schrijft in bijvoorbeeld Welkom in de Politiek, hè? Daar heb jij het gewoon over actuele zaken. Rap je toen al over. Snap je wat nu eigenlijk heel actueel is? Dus of je bent de fucking Nostradamus, of de wereld is gewoon, je ziet de wereld gewoon goed zoals die is. Ik ben ver van zelf ingenomen van kijk hoe slim ik ben. Ik alles wat ik weet komt af van andere mensen die super veel moeite hebben gedaan, zodat ik die kennis kan krijgen en hopelijk kan iemand anders daar ook weer van profiteren. Ik ben de grootste profiteur. ik ben een niemand in deze wereld, behalve dat ik gewoon wat informatie krijg, doorgeef. Want Nostradamus, weet je wel, die heeft ook weer zijn informatie van iemand en die daarna waarschijnlijk ging pronken met kijk hoe geweldig ik ben. Ik vind het wel mooi, je bent zo humble. Maar er zit nog een stukje tussen en dat vind ik wel goed. Dat komt terug in jouw teksten, haal ik dat eruit. Jij zegt informatie en dan informatie doorgeven. Maar die informatie wat je doorgeeft, die moet je eerst processen. Mm-hmm. Snap je? Dus wat wil je doorgeven? Je wordt een soort van gefilterd. Het is heel moeilijk in deze tijd, er is zoveel informatie. Qua muziek, maar jou lukt het wel. Ja, in je muziek komt het terug. Ja, oh, dankjewel. Ja. Maar alleen qua muziek ben ik ook heel gefocust op censuur. Dus ik zeg ook soms echt dingen waar ik totaal niet mee eens ben. Maar ik vind dat een beetje dat Hans Steeuwen effect van. Want Hans Steeuwen doet soms iets zeggen waarvan die heel stupide en dom en kinderachtig lijkt, maar dan zit er echt iets super dieps in, waarvan er eigenlijk een hele mooie achterliggende en
Ja, dat noemen ze, hij pakt de dingen vaak sarcasme. En dat is vaak dat is juist het goede van Hans. En hij brengt daar nuance in. Ja, en Hans kan natuurlijk ook vrij cynisch zijn. Maar dan komt hij toch uiteindelijk, is het weer heel positief. Ja, maar hij is gewoon goed. Maar hij is echt een strijder voor het vrije woord. Zeker. Ja, en dat is dat stukje censuur waar hij heel... Want soms denken heel veel mensen van, ik vind hem wel heel grof. En ja, maar dat weet je wel, dat was George Carlin in zijn tijd ook. En nou denken wij van, hij zei poep op tv. Van, wow, weet je wel, was dat nou zo erg? En weet je wel, en ik denk dat ook iets is waar ik dus Hans Steeuwen bijvoorbeeld echt een beest vind. En met kop en schouders boven eigenlijk iedereen uitsteekt in die wereld die een beetje terughoudend is daarin, dat hij censuur en het vrije woord echt daarvoor voor strijdt, zeg maar. Ja, dat vind ik prachtig. Dat is ook mooi, juist dat Hans dat doet, want ik leef dan een beetje in de comedy scene. Ik ben wel afgestapt van zelf op het podium staan. Ga nou meer... Zwaar vet. Nee, ik doe wel MC'en, dus ik wil de avond hosten en ik ga ook comedy evenementen organiseren. Maar ja, nu door het corona... Ja, ik weiger in de horeca QR, dus ik wacht gewoon tot het voorbij is. En zo niet, dan ga ik iets anders doen. Maar ik doe daar geen concessies aan, weet je. En dat is goed dat Hans dat doet, weet je. Het kan toch nooit meer zo zijn dat comedians, komieken, het humor niet meer kunnen gebruiken als dat is juist om te spiegelen. Ja, humor is die spiegel voorhouden, weet je. We lachen wel, maar ondertussen denken van, ja, hij zegt daar wel wat. Ja, dat joh, is de zeker. Kracht. En als we nou op een gegeven moment niet meer... Ik geloof dat ze nu D66 wil gaan bekijken wat wel of geen kwetsende humor is. Ja, ja. Ja? Ja, serieus. Oké. Okay. Ja, wat kun je daartegen zeggen, weet je wel? Ja. Ik hoop niet dat ze dat echt gaan doorvoeren. Dat lijkt toch gewoon een beetje op non-fictie dan en zo? Of ligt het nou mee? Ja. Ja, hoe heet het? George Orwell is al lang geen fictie meer, hè? Is een manuscript. Is gewoon een echte... Luister, ik wil je iets laten zien. Michel, ga eens naar mijn tijdlijn op Facebook. Jij zei net van... als dit grof is... Iemand tweette dit en ik heb dat op mijn tijdlijn gezet op Facebook van... Een beetje grof, maar wel de waarheid. En ik dacht, dude, als je dit al grof vindt... Heb je het gevonden, Michel? Is een filmpje van... hoe heet die? Lodiers? Oh, sorry dat ik er niet op kom, Pik. Ik zou hem graag in de podcast ook willen. Maar ik heb het geluid nog niet aan. Patrick Lauwerij. Ja, Patrick Lauwerij, hij is erg fucking goed. Dit stukje, even luisteren. Demissionair, dat irriteert me ook. Dat woord demissionair, de hele tyfestijd. ik weet wel waar het vandaan komt. Sinds de toeslagaffaire is dat een straf geworden, toch? Nu staat het demissionair voor hun naam. Toeslagaffaire, heb ik ook een dingetje mee. Affaire, dat impliceert nog dat het wederzijds is. Wederzijdse verlangen. Was het niet. Het was eenzijdig. He, dat was gewoon van één kant. Het was verkrachting. Toeslag verkrachting. en daarom heb ik een seksstandje bedacht. Dat een beetje symbool staat voor de huidige staat van het kabinet. En dat is de demissionaires. en dat is... dat is net als de missionaris, alleen het enige verschil is, het is in het kontje. En ongewild. En waar het voor staat is dat je dan gewoon recht in je gezicht wordt aangekeken terwijl je reet wordt geneukt. Is dit grof? Maar wat hij ook heel goed doet, en dat is het dus, wat ze heel snel... Ben je wat meer naar de mic, ja. Sorry. Wat ze heel snel doen is dus taal gebruiken. Want daar hebben ze ook best wel vaak laten zien dat Hugo de Jong... de hele tijd een andere term gebruikt om iets aan te duiden. Zodat het lijkt alsof er verandering in zit. Hè? Van, het is als een broodje frikandel, maar dan zonder mayo. En iedereen wil wel uitjes, maar... En het is als een wedstrijd, maar weet je wel... De spits die zit nou op de bank en ook de bank... hij heeft en dan blijft hij de hele tijd al... En dat doen ze met taal. En taal is eigenlijk de grootste sleutel om verwarring te brengen bij mensen. Zoals dus we ook worden behandeld als collectief... En collectief is een woord wat niet bestaat, want wij zijn allemaal individuen. Maar toch wordt er collectief, als een collectief behandeld. Dus er wordt op een collectief beleid uitgevoerd. Maar wat is een collectief? Dat is hetzelfde als een bos. Wat is een bos? We hebben er allemaal een beeld bij, we kennen het woord en we hechten waarde aan het woord. Maar hoeveel bomen is een bos? 2, 3, 100? Waar is die grens? En...
Moeten er bosjes bij? Horen er ook een, moet er een ecosysteem bij? Wanneer is een bos een bos? Mm-hmm. En dat is dus heel makkelijk dus om woorden te gebruiken, om dan verwarring te creëren. En als je dus veel dieper op taal ingaat, Noam Chomsky doet dat heel goed. Dat is een geleerde in wat, ik kan het niet eens goed benoemen, maar Noam Chomsky, hij is een geniale man. Hij laat zien hoe ze ook woorden gebruiken en hoe manipulatief je kan zijn met woorden. En ja, dat deed hij net ook wel heel goed met inderdaad van toeslag affaire, maar een affaire is, weet je, zijn. En inderdaad, hij doet dat wel. Rutte deed een brute in een tweet. Rutte deed een brute. Ik geloof, en Willem Engel, die had ik ook op de podcast, weet het, maar die hebben ze gelijk verwijderd, dus die staat wel nog op Spotify. Maar ik zag dat in Willem, op Willem's tweet, van ook de woorden, en dat klopt met woorden, we gaan dit land schoon overdragen. En dat ging dus over het kabinet, naar het nieuwe kabinet. Weet je, nou, één, we gaan gewoon verder met Rutte 4. Check hoe ziek dit is, hè. Dus we gaan het niet tot de verkiezingen laten komen, hè, want het land is een beetje wakker aan worden. Dus dan gaan we toch maar weer samen verder met hoe we het verneukt hebben. Je hebt het net gehoord met de toeslag, na de toeslagverkrachting. Laten we daarover hebben. Ja. Die mensen, die gaan gewoon opnieuw beginnen onder een nieuwe naam. Dus stel je voor dat de serial killer Ted Bundy, die heet nou Ted Vrolijk. Juist. Dus nou, dat is nog steeds Ted, weet je. Dus, maar Rutte, die zegt dus, wij gaan dit land schoon overdragen. Dus, dan zou je kunnen zeggen, schoon, 85-90% gevaxt, ja, man. Overdragen aan wie? Aan het nieuwe kabinet, of bedoel je overgedragen aan Europa? Ja. Woorden. Ja. En ze zeggen het zo, dat ik, nee, tuurlijk bedoel ik dat niet. Zo bedoel ik het niet. Ik herinner mij dat niet. Ja, daar heb ik geen, wat is het, geen collectieve of actieve herinnering aan. Wat een maf, jongen. Ja. Ongekend. Ik weet niet, ik ben een beetje bang voor dit hele kabinet en een gekke beleid en zo. Ik vind het ook grappig hoe ze een beetje naar de mic. Oh, sorry, mijn excuus. Ik vind het ook grappig hoe ze deed. Pak hem maar gewoon naar je toe, hoor. Ja, dadelijk breek ik iets. Ben je gek, joh. Nee. Oh, top, man. Ja. Nee, maar ze doen die Thierry Baudet. Ik ben helemaal niet echt op de hoogte van alles, hè. En ik weet op zich niet eens zoveel over hoe de politiek momenteel in elkaar zit. En wie er allemaal nou wat wil. En wie welk beleid wil doorvoeren. Maar het enige wat mij wel opvalt is dat Thierry Baudet best wel een apart geluid is in de Tweede Kamer. En dat iedereen kapot veel moeite doet om die man te ridiculiseren. En dat is het enige wat echt super erg opvalt. Gewoon hoe iedereen dit blijft zeggen, hoe gek hij wel niet is. En wat voor rare dingen hij zegt. En complot en bla bla bla. Maar op zich zegt hij best wel dingen die overduidelijk zijn. Dat er een westerse kleine groep de macht heeft. Over de politiek in het Westen. En over de wereld. En hoe we een beleid willen doorvoeren. En waarschijnlijk zegt hij ook dingen die niet kloppen. En zoals ieder mens dingen zegt die niet kloppen en wel kloppen. Maar hij zegt best wel veel dingen die op zich best wel voor de hele bevolking, denk ik, goed kunnen zijn. Hoeft niet. Hè? Misschien ook niet. Misschien heel slecht. Maar het is toch grappig dat iedereen hem probeert gek te verklaren. Terwijl er mensen in de Tweede Kamer zijn die veel gekkere shit hebben gezegd. Maar dan niet zoveel moeite werd gedaan om hem voor gek te verklaren. Ja, maar dat zou eigenlijk de vraag moeten zijn. Hè? Maar die vraag, die stelt niemand zich meer. Nou ja, ze willen zeker geen moeite doen om mensen kritisch te laten denken of sceptisch te zijn. Dat is niet gewenst, hè. Gewoon jouw burgers opeten. Kijk jouw tv en eet jouw McDonald's op. Komt goed, weet je wel. Wij regelen alles wel. Ja. Dat is een beetje hoe het werkt. Maar ik heb wel hoop, hoor. Ja? Ja, tuurlijk. Het moet gek worden. Het moet helemaal gek worden in het land. Hoe gekker, hoe beter. Straks moeten de mensen opnieuw geprikt worden. Ja. Dat heeft in de krant gestaan, weet je. En dan, dat is wat ze mogen met die woorden. Michel, wacht even. Dit is die woorden waar we het net over hebben. Let op. Mm-hmm. Hij staat op mijn tijdlijn op Facebook. Dan roep ik iets over. Dat is een krantartikel, zwart artikel, geloof ik, van de NOS. Of NRC, van het NRC natuurlijk, krantartikel van de NOS. Ja, wat voor NOS is de beste. Ja, mensen die mogelijk, let op, volgend jaar mogelijk derde, vierde
het is een krantenartikel. Check, let op, die woorden had je er wel. Mogelijk twee keer herprikken in 2022 kabinet. Houd rekening met de noodzaak. Let op, rekening, ik houd rekening met de noodzaak. Daar staat al, dus we weten al dat het noodzakelijk is. Maar we ook rekening. En dan wordt rekening mee gehouden en er wordt gereserveerd. This shit is gonna happen. Dat zet ik ook, heb ik ook erbij. Hè? En wat is die grens, zeg maar, hè? Ja, maar oké, okay, okay, dus stel je voor dat het echt gebeurt, hè? En iedereen heeft dadelijk 20 prikken gehad, hè? Dus bijvoorbeeld, hè? Ja, tuurlijk, want je code moet up-to-date blijven. Oh, die moet, dus dat gaat gewoon constant door dadelijk. Zouden mensen dan niet op een gegeven moment denken na een jaar van... Hey. Ik denk dat heel veel mensen nu dan denken van, ja, hey, doe eens even normaal. Ik heb gedaan wat jullie zeiden, dat nu de logica vervalt. En dat moet gaan gebeuren. Het moet zo gek worden, dan gekker dan gek. Want eigenlijk Nederlanders, dat hebben we gezien met Sakien Zandvoort. Wij zijn gewoon simpel motherfuckers. Wij willen gewoon een feestje vieren. We houden van een feestje. We willen allemaal geen moeilijk gedoe. Daar komt het uiteindelijk, wie weet, uiteindelijk is het gewoon zo fucking simpel. Ja. Weet je? Ja. En, dus ja, laten we maar doen. Maar er is ergens. Kijk, Nederlanders die willen feesten. Op vakantie. En Nederlanders, die maakt me op één manier gek in de portemonnee. Ja, juist. Ja. Ja, dat is eigenlijk. Ja, maar op zich bijna eng om te zien hoe Aldous Huxley zei in 1940 volgens mij, van mensen zullen demonstreren op momenten dat ze gelukkig horen te zijn en zullen gelukkig zijn op de momenten dat ze zullen moeten demonstreren. En Aldous Huxley schreef trouwens Brave New World. Op zich een goed boek, weet je wel. Mm. En die man bijvoorbeeld, die heeft ook een manuscript geschreven over hoe de tijd in de toekomst zal zijn. Maar Aldous Huxley was best wel een insider. Hij was bevriend met de Darwin-familie. De Darwin-familie was bevriend met het Engelse Koningshuis. Mm. T.H. Huxley was zijn opa, als ik mij niet vergis. Sorry, zijn opa was bevriend met Darwin. Een al de hele... We hebben het over Darwin van de van Darwinisme, evolutie. Ja, van de Darwinisme. Oké, okay, wat een theorie is. Hè? Ja, oh, zeker. Die dus toen de tijd werd geadopteerd door het Engelse Koningshuis. Zo van het bevestigde hun op geloofssysteem. Hey, op scholen is dat een theorie. Ja, een theorie, oké. Okay. Als meerdere wetenschappers er het mee eens zijn, is dat de theorie waarvan die aangenomen wordt. Dus die gaan ze dan ook maar onderwijzen. Zijn mijn zoontje zei, ja papa, we stammen van de apen af. Wij stammen niet van de apen af. Dat is in ieder geval niet wat papa denkt. Waarom is de aap nog steeds dom en de mens niet? Ja, oké, okay, kijk, ik kan... We need to bridge that gap. Ik vind het heel moeilijk om inhoudelijk op bepaalde dingen, want ik bezit zeker niet kennis om, weet je wel, stel je voor, Richard Dawkins is bijvoorbeeld op Harvard, Harvard of Oxford volgens mij, of Cambridge, een van de drie. Nou, in ieder geval, hij is een goede leraar. Van de hoge aangeschreven universiteiten. Juist, en hij zegt dat er een missing link is bij de chimpansee. En hij is echt een gerespecteerde man in de intellectuele wereld, zeg maar. Dus en hij wordt echt gewaardeerd. Maar als zo iemand al zegt dat er een missing link is, dan kun je daar ook waarde aan hechten. En op zich, het Engelse Koningshuis heeft Darwinisme alleen maar opgenomen, omdat hun altijd zei van, nou, wij hebben het geloofssysteem, dat wij, er is een reden dat wij op de troon zitten. Wij zijn beter dan jullie. Jullie vertellen, of jij vertelt ons nu, dat jouw theorie, hè, recht van de sterkste, eigenlijk bevestigt wat we altijd hebben geroepen. Waarom wij op de troon zitten. Ja, dus toen zeiden wij kopen dit, wij gaan dit doordrukken op alle scholen. En toen de tijd was wetenschap niet geweldig, hè. Ik bedoel, in 1800 nog wat, weet je wel. Ik geloof wel dat er kennis was. Voor die tijd, dus wetenschap is wetenschap. Dus eigenlijk door die mensen zijn we waar we nu zijn. Ja. Zo ja, kun je het wel ook zien, hè? Oh, klopt. Ja. Al denk ik dat er heel veel verloren kennis is die veel verder is als de kennis die we nu hebben. Oh, zeker. Ja, juist. Dus, ik geloof daar ook in de Anunnaki-theorie deel. Ik denk dat veel meer is, wat ik er straks ook over, hè, dat jij dat ook een beetje onderzocht. Ja, zeker, man. Ik heb volgens mij elk boek van Zacharia Sitchin gelezen. Ja. Van Stairway to Heaven tot 12 Planet en zo. En op zich nog steeds, na alles, ik weet helemaal niks. Ik snap er helemaal, weet je wel, uiteindelijk denk ik de hele tijd van,
van, maar wat is uiteindelijk de meerwaarde van oké, want ik ben op dit moment niet in de goud of in de mijnen goud aan het mijnen, weet je wel. Nee, ja. Dus op zich, mijn leven is blijkbaar verbeterd vanaf het punt dat hij zei dat we zijn gemaakt. Ja. Maar dat is wat wij mensen doen, hè? Steeds beter worden, steeds dingen uitvinden. En dus daarom, ik ben groot fan van Elon Musk. Weet je, go to the... daar ligt het. We moeten interplanetair worden. Daar, we moeten naar Mars. Daar liggen de antwoorden. Ook in de oceaan, daar liggen ook de antwoorden in de geschiedenis. Weet je, dat daar... Oceaan is ook een mysterieuze wereld. 5% van de oceaan is maar bekend. Ja, juist, ja, man. Ja, ik vind dat ook een rare... Ik zeg je dat ze als ze... Het is ook wel een alienwereld eigenlijk, de oceaan. Wie weet. Ja, best wel een... Wie weet zitten ze in de oceaan ook. Waarom zei ze ook weer dat Enki zijn thuisbasis was in het water ergens en zo? Enki en Enlil. Ja, 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 van ja, Anunnaki, de zonen van Anu. Ja, ja, maar Enki was toch ook echt de god van het water. Hij was degene die in het water woonde. En bijvoorbeeld bij Titicacameer volgens mij in... Dat kan, ja, in Peru. Ja, juist. En daar altijd Peru of dan... Guatemala, moet ik even denken. Ja, daar komt ook het verhaal ook van El Dorado vandaan, van het goud. Verloren goud. Ja, en ja. Nu zijn ze dus in de, hoe heet het, in de Amazone, zijn ja. Ze met LIDAR, lichtradar systeem, zijn ze dus allemaal verloren civilisaties. Ja, zijn juist. Ze gewoon allemaal, kunnen ze zien. Van de bovenkant zien ze nu gewoon een complete stad liggen. Ja, ja, hij... Al die verhalen, mythes, legendes, ze komen allemaal naar boven. Blijkt allemaal waar te zijn. Ja, maar daarom, maar ik heb het gevoel dat altijd als iemand bijvoorbeeld dus waarheid verkondigt, dat het bijna hand in hand gepaard gaat met iets wat dan weer niet klopt. Mm-hmm. En dat maakt het dus zo moeilijk voor mensen vaak om het dan ook te geloven. Want als je heel veel dingen optelt bij elkaar, dan denk je van, oh ja, dat klinkt wel logisch. Maar als je bijvoorbeeld gewoon zou beginnen met, ja, ik denk eigenlijk wel dat wij... Weet je, een Anunnaki-moeder, die had met een aap en toen kwamen wij. En dan denkt iemand, oké, hey, ik ben weg ervan, hè. Maar kijk, als je gewoon heel goed begint en genuanceerd, kunnen mensen al eerder denken van, oké. Ja, precies. Kijk, dit is wat mensen vaak verkeerd doen, vind ik. Als je dingen, weet je, investigate what you don't understand, weet je. Don't try to explain what you didn't investigate, weet je. En er zijn feiten, pak bijvoorbeeld het geloof. Ja, je kunt heel veel vinden in de Bijbel. Sommige dingen, weet je, kan niet bevestigd zijn. Maar kan alles bewezen zijn? Nee. Dus mensen zeggen, laat mij dan zien wat dit en dit. Ja, maar dat is het. Uiteindelijk zul je voor jezelf een beeld moeten vormen. Dus al die informatie en wat is voor jou logisch. En dat hoeft niet waarheid te zijn, maar waar kan jij je in vinden, weet je? Ja, man. Uiteindelijk komt dat moment van, ja, weet je, dat is ook mijn wetenschap. Ik ben echt fucking voor de wetenschap. Ik vind wetenschap geweldig, weet je? Maar sommige dingen kun je niet verklaren. En dan komt er een moment dat je, oké, nu kan ik niks meer bewijzen. Ik heb me ingelezen. Oké, wat is voor mij nu logisch? En waar ga ik in mee en wat geloof ik? En dat is misschien ook met conspiracy theories. Weet je, uiteindelijk zit er een grijs gebied. En wat? Oké, jij gelooft sowieso dus niet, denk ik, dat de aarde plat is. Nee, ik geloof niet in de... Maar, ik sluit het ook niet uit. Want, okay. Maar dan, als de aarde plat is, en hier geloof ik ook niet in, dat zeg ik, omdat ik mijn eigen... Maar kan het? Ik sluit het niet uit. Als de aarde plat is, dan leven we in een simulatie. Dan leven we in een hologram. Maar Elon Musk gelooft ook dat we in een simulatie leven. En hij is toch de slimste man ter wereld. Dus op zich is dat niet echt een hele rare gedachte, toch? Als je gelooft dat je in een simulatie... Maar dat is het deel. I love Elon Musk, maar daar ga ik niet met hem in mee. Oké, ja, ik zou zeggen, ik geef er overal eigenlijk niks om. Ik zou dan eerder willen weten wat de meerwaarde van alles is. Zo van, ook al is de aarde rond of plat, of zitten we in een simulatie van... Wat was dan de meerwaarde? Want we hebben toch allemaal gevoel ook en zo. Of je zou denken dat zo'n Sims persoon in jouw spelletje geen gevoel heeft, toch? Of lopen wij allemaal te gamen met mensen en maken we helemaal gek? Hoe voelt de wereld voor jou, Jim? Als een simulatie of? Het voelt als een, om het maar even heel raar te noemen, als een soort van rollercoaster van emoties. Want dan gebeurt dat weer, en dan voel je dit weer, en dan voel je zus weer, en dan gebeurt dat weer, en dan moet je hard zijn, en dan ben je verzorgd, en dan, weet je wat het is. Emoties. Dus. Ja, heel veel emoties, ja. Bijna alleen maar gewoon. En dan zitten wij in een lichamelijk jasje, maar ik denk dat wij eigenlijk vanuit, in dat lichaam zijn we allemaal emotie en...
Maar misschien zullen wetenschappers zeggen, nee, we zijn een brein en dat is allemaal niet waar. En ik weet niet hoe hun dat naar kijken. Maar gevoelsmatig heb ik het gevoel dat het leven een en al emotie is. En dan eigenlijk vanaf het begin tot het eind. Jouw baby komt nooit binnen huilend de wereld op, weet je wel. Het begint met emotie of zo, weet je wel. Ik heb het gevoel ook dat het eindigt met emotie. Vaak huilt iedereen om jou heen als je weggaat, weet je wel. Er is veel emotie in ieder geval. Mm. Dus ik vraag me af, was dan de meerwaarde van alles? En wie weet is er geen meerwaarde? Dat vind ik een hele enge gedachte, man. Wie weet, ben je gewoon. Ja, maar ben je dan gewoon? Dat is voor ons om uit te zoeken, denk ik. Ben je wel nutteloos? Nee, maar weet ik niet. Wat? Ik denk wel dat ik eruit ben nu. Waarom ik hier ben, wat ik doe. Waarom dingen in het verleden met mij gebeurd zijn. Ik ben nu weet ik, oké. Okay. Ik weet wat ik te doen moet doen. En ik krijg die bevestiging in... Ik geloof heel erg in de wet van de aantrekkingskracht. En karma. En als ik de goede dingen doe... Dan krijg ik signalen, ik noem het dan van het universum... Direct dat ik de goede keuze heb gemaakt. En dan kun je zeggen, ja, dat kun je overal in zoeken. Weet je, van... noem maar wat, je neemt een afslag... Je wilt doorsteken ergens met de auto. En dan zit je toch een vrachtauto achter je. Ja, is dat de wet van de aantrekkingskracht? Is dat slechte karma? Weet je? Hoe verklaar je dat? Nou, die vrachtwagen had daar ook gereden, zeggen ze dan. Weet je, als je daar was gegaan of daar. Ja, maar het gaat zich niet om die vracht. Het gaat zich om mij. Om mijn keuze. Ik had daar niet gereden. Ik rijd hier nu door mijn keuze. Dus het gaat altijd om jouw keuzes. Dus de rest is ruis. Zo zou je wel moeten leven. Alleen ik zou het heel eng vinden als er... Ik hoop echt... Ik heb eigenlijk het gevoel dat er geen vorm van rechtvaardigheid is als er niets meer zou zijn. Zo van, je komt hier en je gaat weer. En voor de rest is eigenlijk heel veel lijden. En heb ik het gevoel dat je een privilege hebt in je leven als je gewoon veel gelukkig bent en gezond bent en noem maar op. Maar dus, het is bijna dan alsof je begint... Je gaat heel veel lijden. Dus af en toe lijkt het leuk, maar... Ik denk dat de aarde... Dat wij een bijzondere planeet zijn. Dat daar worden we ook bezocht. En wonen we hier niet alleen delen. Dat is mijn overtuiging. Hè? Dat je hier op aarde wat te doen hebt. Ik geloof er ook in dat mensen... Andere extraterrestrials ons gek vinden. Want de aarde is mooi. Maar hij is ook crazy. Want wij leven aan de buitenkant. En er kan er altijd van alles gebeuren. Dus ik denk dat wij... Komen wij bij hun uiteindelijk dan, zeg maar? Is dat dan niet iets van... Doe, daar ben ik ook nog niet uit. Ja, maar dat bedoel je. Ik hoop dat... Ik ben er wel uit dat wij bijzondere wezens zijn. Maar mijn reis is daar nog niet. Ik weet dat we bijzonder zijn, dat onze planeet is bijzonder. Of dat bijzonder zijn met de ziel te maken heeft, met vrije keuze, incarneren of zo. Daar ben ik nog niet uit. Maar voor mijn gevoel zegt, wij zijn... Bijzondere wezens op een bijzondere planeet. Ja, en dan we moeten daar dan ook eigenlijk naar leven. Vind je dat wij zo leven als mensen? Of? Nee, maar ik vind wel dat wij als mensen... Stiekem is de mens goed. En ik weet, als je alles nu op social media ziet... Maar wij mensen zijn over het algemeen... We zijn goed. Baby's, wij zijn man. Goed, man. Baby's. Maar wij worden bestuurd door fucking zieke klootzakken. Heel en ziek. Dat geven we zelf allemaal weg. Want we willen geen problemen, we willen niet worden, we willen dat het allemaal voor ons geregeld is. Ja, maar je moet het eerst voor jezelf regelen. Ja. Je geeft toch ook niet iemand zomaar de sleutel van je voordeur? Niet meer, in ieder geval. Nee. Vroeger deden we dat toch? Gewoon touwtje uit je brievenbus hangen, mensen konden gewoon naar binnen lopen. Het is toch raar hoe snel het allemaal is veranderd. Ja, nu durven mensen... Hans, wat is het? Jan Terlouw-touwtje, toch? Ja. En nu durven mensen 1,5 meter niet eens meer in je buurt te komen. We lieten gewoon de deur... Nu, iedereen koopt een dubbel slot, extra ramen. Hey Jim, en als ik om me heen kijk, staan hier gewoon in mijn wijk, dit is echt een volksbuurt, staan de deuren open, lopen de kinderen buiten. Ja, dat is meestal, hè, ja. En dat is niet, dat komt niet overeen met de shit die ik op Twitter lees en op Facebook lees. Er zijn gewoon twee. Totaal verschillende werelden, man. Ja. Ik wil een beetje eindigen met hoopvol zijn. Maar we gaan hem langzaam afronden, man. Heb je hoop? Of ben je bang, zeg maar, voor wat komen gaat? Ik heb wel hoop, maar... Cynisch?
Ik heb het gevoel dat als iedereen zo hard vecht voor toiletpapier en dan niks geeft om hun vrijheid, dan... Weet je wel, dan dat. Ik weet niet hoe hoopvol het is, maar ik probeer humor uit de meest nare situaties te halen. En dat vind ik leuk, weet je wel. Die humor, dat je daar waarde aan kan hechten. Dus ook al gaat het naar, er zal vast wel iets grappigs tussen zitten. En dan is dat ook nog leuk. En als het goed gaat, is het mooi toch, als het allemaal goed komt. Maar op dit moment denk dat we nog wel even wat nadere situaties gaan hebben dan hoe het nou was allemaal, denk ik. Ja. Ik denk dat alles goed komt, man. Ik hoop het. In the end komt liefde en licht zal altijd overwinnen. Maar om dat te creëren, moet eerst de complete boel helemaal in elkaar storten. Snap je, zodat je opnieuw kan beginnen. En om die nieuwe wereld heb je ook mensen nodig die daar opnieuw gaan beginnen, snap je? Ja, ik hoop dat als die in elkaar stort, ik er dan al niet meer ben. En dan, wij gaan het allemaal meemaken. Ja, ik wil dat mijn zoon in ieder geval een goed leven heeft. Dat vind ik het belangrijkste. Ik hoop dat mijn zoons enige probleem slecht internet is. En voor de rest wil ik niet dat hij problemen heeft, weet je wel. Dat hoop ik. Dan moeten wij strijden voor zijn vrijheid. En ook zijn vrijheid op het internet. Al zal waarschijnlijk nou een linkse partij zeggen... Hey Jim, dat is geregeld, weet je wel. We hebben een kamertje, daar kan een hele dag zitten. Goed internet. Ja. Kaag wil al niet dat we anoniem op internet kunnen. Nee. Internet moet gekoppeld worden aan ID. Hey, ik zat hier vandaag met mijn boy, Jim, in de war. Laat nog even Jim's kanaal zien, Michel. Top man, dankjewel. Ja man, leuk dat je er was. En ik zei, we hoeven het niet per se over rap te hebben. Ik hou gewoon van... Ik zag je voorbij komen en waar we hier is, we kunnen over van alles lullen, weet je. Dankjewel. Mijn rap gaat voornamelijk over de ellende van de wereld, dus er zit zeker veel verbintenis in. En ik zie het nou ook staan. You change that shit. Parcours en freerun. Ja, mijn zoon is daar helemaal gek mee. Hij liet er straks al een mooie move zien aan mijn zoon. Ik hou van parcours, maar ook UFC. Ja. Gewoon natuur, het leven is prachtig, mensen. Zeker, het is niet alleen ellende, of verre van. Zie je wel. Hij rapt erover. Gaan we ook wat meer over de mooie dingen rappen, maat. Oké, ellende is goed. Ja, ik hou daarvan. Troubled mind, daar komen mooie dingen uit. Ja man, onder druk presteer je het beste, toch? Proost. Dank je dat je bent, dat voor je komst. Je bent een dope gast, coole gast. Je flow is echt fijn. Dankjewel. Blijf je uitspreken. Dat is, daarom nodig ik je uit. Ga staan waar je voor staat. Buig niet. En dat is de boodschap die we mensen moeten geven, weet je, in deze zure tijden. Want buig niet. Het komt goed, mensen. Het komt goed. Maar buig niet. Dankjewel, man. Ik ben blij dat ik bij deze geweldige podcast mag komen en daar deel aan mag nemen. Ik voel me vereerd. Echt. Thanks, man. Dankjewel, man. Jij was welkom. Oh, mensen, vergeet alsjeblieft niet te abonneren. We zijn over die 2K. We gaan nu naar de 5K. Dus abonneer, like. Als je een comment wil achterlaten, laat een comment achter. Ik hoop dat het geluid iets beter was. Maar we gaan eruit. Thanks, bro. Hey, In de War was hier. In de War. Ik denk dat veel mensen in de war zijn. Maar meer naar dit kanaal kijken, meer deze podcast luisteren, raak je minder in de war. Later. Yes.